Zoals ik net ook al zei, we gaan beginnen met de vragen aan de drie spelers die hier vandaag aanwezig zijn. Daarna zullen we een quiz gaan spelen. Dus laten we van start gaan, zal ik zeggen. Wie was vroeger jullie voorbeeld? Die van mij was Ronaldinho. Die van mij was Patrick Vieira. En die van mij is Philip Lahm. Voor jullie dan? Ja. Leuke bij Vitesse of bij de Eagles? Nou, bij Vitesse is het natuurlijk iets hoger niveau, dus dat is wel leuker. Hoe vinden jullie het om bij Vitesse te spelen? Ja, heel mooi natuurlijk. Vitesse is een grote club en al een familieband hier, dus ik ben wel blij om hier te spelen. Ja, en ik heb hier natuurlijk in de jeugd gespeeld, dus dat was altijd wel een beetje mijn droom om bij het eerste te komen. Wil je mijn shirt tekenen? Ja, tuurlijk jongen. Welke positie zou je dan willen staan? Ik ben keeper. Want dan hoef ik niet veel te rennen. Dus dat is wat ik wou, maar ik ben er slecht in. Wie is het meest grappig in het team? Ik denk Navi. En vooral naar voren. Oh ja, hij is wel een van de grappige jongens in ons team. Deze is voor Tenane. Wat is je favoriete actie? Ja, ik denk de fake trap. Ken je dat? Doen alsof je schiet en dan draai je zich om en dan loop je door. Ik heb nog een vraag voor Bas hoor. Hoe snel ben jij? Ik moet zeggen, ik ben niet de snelste. En als je bij de snelheid moet kijken, moet je bij groot zijn, want die is wel het snelste uit ons team. Allemaal doen zoals naar de sportschool gaan of hardlopen en hoeveel tijd jullie daaraan besteden? Nee, ik doe meestal na de training meteen doe ik even wat krachttraining. Zij zegt, heb je nog tips? Want ik speel links buiten en links half. Opzoek en vandaar een assist of een goal maken. Dus wel een beetje risico in je spel zetten. Hoe lang trainen jullie per week? En ja, 2 dagen voor een wedstrijd is het gewoon wel chillen en dan naar de wedstrijd toeleven. Dus de eerste vraag. Bij welke club heeft Rijsatli Bazour zijn Eredivisie debuut gemaakt? Is dat links PSV of is dat rechts Ajax? Ik heb mijn debuut gemaakt voor Ajax. Is Oussama links, is Oussama rechtsbenig? Komt al iets meer in de buurt dan het vorige antwoord, maar is nog steeds niet helemaal goed. Dat klopt, hartstikke goed. Brennan, jij was aanwezig bij de Kidsclub persconferentie. Wat vond jij ervan? Ik vond het leuk om de spelers in het echt te ontmoeten en een handtekening te krijgen van Bazour. Die vind ik de beste speler van Vitesse. Hier, waarom is hij jouw favoriete speler? Omdat hij goed aan de bal is en middenveld speelt. En ik vind hem een goede voetballer en hij kan alles wel. Hij kan verdedigen, hij kan aanvallen, hij kan scoren. En wat vond je het leukste aan deze middag? Ik denk dat ik Bazour's handtekening kreeg en de foto's.